Attends. Je vais mettre comme ça. Ouais, et allez. Comme ça. Allez. J'en prends une. Oh. C'est beau, Jean. Thank you.
Liechtenstein. En dat was de attractie. Dat was de splash. Nice. Wat zien we al direct hier in Afrika Cruise?
Ja, dat zijn nijlpaarden. De nijlpaarden kunnen wij al zien. Dus het is inderdaad wel gethematiseerd vanuit Disney World. Een beetje inspiratie gehaald vanuit Disney World. Waarvoor ik vreesde is van dat. Het is geïnspireerd van Disneyland. Vanuit Magic Kingdom heb je daar Safari Tour. Kan u niet op de naam komen, het is niet de Kilimanjaro Safari. Volgens mij heet het Jungle Cruise. Als ik me niet vergis, Jungle Cruise. Daar heb je exact hetzelfde zoals je kan zien in Jungle Cruise. En deze olifant spuit water naar mij toe, maar net niet in de boot. Nu gaan we naar Kaa van Jungle Book. Volgens mij heet die slang zo. Kaa. Het is de slang van Jungle Book. En ik heb exact hetzelfde gezien in Amerika. Ja, ik kan het niet zo.
En het was hem dus, Jungle Cruise. Maar hier heet het Afrika Cruise. Voilà, hoop dat jullie genoten hebben van deze onride, want het was een hele mooie onride. We hebben veel dieren gezien en ik vond het wel leuk. Jullie raden nooit waar ik nu ben. Ik ben opgesloten. Ja, dat is omdat ik er niet zou uitspringen. Maar we gaan straks namelijk heel erg hoog en we heel het park kunnen zien. Dit is mijn hotel, dames en heren. Wat leuk om mijn hotel vanuit de lucht te zien. Ja, in dat hotel slaap ik. Goed, ik heb al verteld, dit park ligt in het Never of Nowhere. En kijk eens hier, wat zie je allemaal? Daar heb je parking. Dit is parking, allemaal parking. Daar is mijn hotel. Dit is mijn hotel. Hier is de parking van mijn hotel. En ik kan mijn auto zien. En mijn auto staat daar. Daar staat mijn auto. Yay, dat is mijn auto. Dat grijs puntje dat je daar ziet is mijn auto. Het park. Dit is park. Heel mooi. Dit is een leuke achtbaan. De blauwe, dan moet ik nog die achtbaan testen, die moet ik ook nog testen. Die heb ik net getest, mocht je niet onride filmen. Heel irritant muziekje dat je daar hebt. Niet zo super tof. Oké, een beetje verder, daar heb je de Safari Tour. En daar ergens. Dus ja. En moet nog de monorail testen. En die grote toren dat je daar ziet, moet ik ook nog testen. Dit is zo'n beetje het park. En daar heb je Never of Nowhere velden. Met een kerkhof. Daar heb je velden en bomen. En daar heb je ook nog een keer hetzelfde. Jullie hebben nu een kleine rondleiding gezien hier in het park. En ja, wat jullie allemaal gezien hebben, zijn attracties, gillende mensen, hebben jullie gehoord. Jullie hebben parking gezien, jullie hebben mijn hotel gezien, jullie hebben mijn auto zien staan. Jullie hebben heel veel gezien en jullie hebben ook de atmosfeer gezien rond het park. Ja, waar ligt het park?
Wel, ik zeg the never of nowhere. En het is aan jullie om mij gelijk te geven, ja of nee. Zo, ik ga jullie nog wat laten genieten van dit uitzicht, van dit prachtige uitzicht. Oké, mensen, ik vind het hier wel een leuk park. Het is wel geen park om u tegen te zeggen, het is gewoon een park. Ja, het ligt in de Champagne-streek, dus het is al een eindje rijden. Ja, uiteindelijk valt het nog best mee. Voor sommige mensen is het maar een uurtje of vier rijden. Dat is eigenlijk nog niet zo super lang. 4 uur rijden. Het is makkelijk te combineren met Disneyland. Als je van Disneyland komt, kun je makkelijk naar hier komen of omgekeerd. Leg maar op 2 uur 30 rijden hiervan. Een nadeel, on-ride filmen. Ja, soms mag het niet. Ja, ik vind dat eigenlijk niet echt zo leuk. Want ja, GoPro met harnas mag uiteraard. Dit reuzenrad draait veel te rap rond. Het is wel duizelig van te worden. Ik ga hier nog uitvliegen. Oh nee, dat vind ik niet tof. Oeh, nee, dat draait veel te rap. Dat is geen reuzenrad meer, dat is speedy reuzenrad. Ongelooflijk, erg. We zijn alweer boven, dames en heren. Helemaal bovenaan en we gaan weer naar beneden. Ach, ik word hier duizelig van. Ongelooflijk. We zijn er weer. Ik ga ermee opgooien met filmen. We hebben een leuke onride. Dus ik werk wel op mijn systeem, maar goed. Dat dan maar eens. Hasta luego.
En hier varen we nu aan de achterkant van de hoge drop tower. 100 meter hoog is hij. En je ziet echt wel heel ver. Ja, je kan bergen zien, je kan de andere dorpjes zien. Ik denk dat je ongeveer 3 kilometer ver kan kijken. Dus dat is zeker al de moeite. Ja, het is een hele leuke drop tower, zoals ik al zei. Zeker de moeite om te komen. Jammer van de onride, want anders konden jullie meegenieten van het mooie uitzicht dat de drop tower heeft. Ja, niks aan te doen. Je hebt ook een heel mooi uitzicht op het park. En een heel mooi uitzicht op deze bootvaart. Dat heb je zeker als je op de drop tower gaat. Ja, als je van 100 meter boven de lucht kijkt op het park, kun je natuurlijk zien hoe deze boot werkt. Dit is een secret. Ik weet wat het werkt. Mensen zullen het ook nog weten. In Disneyland Parijs heb je ongeveer dezelfde boottype zoals hier. Dus ik moet wel niet meer vertellen. Zo werkt die. Dit is de boot in Egoland. Hele toffe boot, hele mooie boot. Vooral die muziekspelers op de boot vind ik wel echt leuk. Die animatronics, dat is zeker een pluspunt voor de boot. Dit is voor mij vandaag de laatste attractie. Ik ga naar mijn hotel toe. Ik wil een beetje vroeg op het hotel zijn. Nog een beetje genieten en nog een beetje werk doen. Ik heb bijna volledig het park gedaan. Ik heb morgen eigenlijk nog een dag, dus ik moet wel zorgen dat ik morgen nog een beetje kan vertoeven hier in het park. Wat ik kan zeggen, dat we terug bij het station zijn, dames en heren. Jullie hebben heel de boot gezien. Ik heb hem heel veel getoond van de boot. En we zijn er weer. Voilà. De volgende mensen zitten ook al klaar om op te stappen op de boot. Zeer cool. Petit temps, il y a des trucs.
Want iedereen zit hier te boksen. Die Fransen kunnen gewoon geen auto rijden. Heel moeilijk. Wow. Hij zit in een soort sportauto. Super tof. De zitbank heeft lekker warm. Komt omdat de moteur achter mij zit. Dus ça va nog. Heel mooi parcours met water. Super cool. Maar wat er wel leuk is, dat je hier van die zo'n veiligheids, ja, drive hebt, zo'n ijzeren staaf in het midden. Dus je blijft altijd op de baan, dat is echt wel tof. Ideale attractie voor de mensen die geen auto durven rijden, maar toch auto willen rijden. Dan kunnen ze zeker op zo'n attractie gaan, altijd safe. Hier langs passeert de trein. De trein rijdt hier langs. Ook wel altijd tof om dat eens te zien. Nu heb ik geen geluk. De trein komt net niet af. Dus heel leuk. Het is best nog een lang parcours hier. En we zijn nog niet klaar. Want we hebben nog een stukje te doen. Jee, daar gaan we. We gaan een bochtje in. Maar wat er ook heel leuk is, is die bloemetjes hier. En ze ruiken ook lekker, ze ruiken naar zomer. Heel leuk. Ja, dat is best nog een leuk uitzicht hier. En dan straks kunnen wij zwaaien naar de mensen, dat is ook altijd wel een keer tof om te doen. Kijk, daar rijdt de trein ook terug. Net niet te zien. Ja, nu gaan we zwaaien. Yay! Dan nog iemand die terug zwaait. Super cool. Oké, okay, vanaf hier moeten we opletten, want de rem werkt namelijk niet zo goed. En we zijn er bijna. Oh, we kunnen hier terug zwaaien. Hey! Zalig. En nu moeten wij opletten, want we zijn er terug. Lekker het station binnenrijden. Heel rustig en we zijn er. Beste of wat? Wauw! Wauw mensen, weet je waar ik nu aan het rijden ben? Ik ben op de Route 1969 aan het rijden. Wow! En er is hier echt wel coole muziek. En wat komen wij tegen? Buffels! We zijn gewoon buffels onderweg. Zalig! En we gaan nu ook naar Canada. Want er komt een hele grote beer op ons af. Oh nee! Wat een beer! Dames en heren, het is...
Het is... meneer... Brother! Father Brother! Buffalo! Oké. We gaan in high speed vandaag. We gaan namelijk 126 km per uur. En in een mum van tijd zijn wij terug aangekomen in Las Vegas. Van Canada gaan wij namelijk naar Las Vegas. We hebben heel snel naar Canada geweest. En nu zitten wij terug in Las Vegas. Ja, we zijn terug in Amerika. Super cool, super tof. En dat is namelijk de achtbaan. Ik vrees dat er veel volk staat. Dus misschien sla ik die wel over en hou ik die voor deze middag. Welkom terug in Las Vegas. Yay! Let's go! Let's go!